Hey, wat leuk dat je luistert. Mijn naam is Meerte en in deze Webinar Secrets podcast ga ik in gesprek met succesvolle online ondernemers over de manier waarop zij webinars geven. Wat is de rode draad van een winstgevend webinar? Deze week ga ik in gesprek met Daan Smit. Daan is mede-eigenaar van het online marketingbureau Smit Communicatie, oprichter van Storybrand Nederland en co-auteur van het boek Storybrand. In deze podcast hebben we het onder andere over hoe Daan een klant heeft geholpen om een webinar met 1000 kijkers winstgevend te krijgen. Wat is een Storybrand messaging filter en hoe kunnen we dat toepassen in webinars? En wat is volgens hem de grootste fout die ondernemers maken als het neerkomt op hun webinar marketing? Nou, wil je meer weten hoe webinars ook voor jouw online business kunnen werken, meld je dan aan voor de masterclass Wereldwijd Online Ondernemen vanuit een lege agenda. Je kunt je gratis aanmelden via de link in de omschrijving van deze podcast. En vergeet je ook niet om te abonneren op deze podcast, zodat je op de hoogte blijft van de nieuwste afleveringen. In het webinar dat je geeft voor PMA Institute deel je jouw persoonlijke verhaal. Een keerpunt in je leven waar PMA jou mee heeft geholpen. En persoonlijk, ik heb echt met kippenvel naar jouw verhaal zitten luisteren. En ik weet dat veel ondernemers het spannend vinden om die ruimte in te nemen om een verhaal te vertellen over zichzelf. Omdat ze dan denken, ja, hier komen mensen dan toch niet voor. Want, hoe zie jij dat? Hoe kan je volgens jou in een webinar jouw verhaal vertellen? Want jouw verhaal heeft echt indruk op mij gemaakt. Ja, zonder dat de kijkers daar het gevoel bij hebben van, ja, hier kom ik eigenlijk niet voor. Nee, begrijp ik heel goed. Kijk, ik denk dat je kan het nooit iedereen naar de zin maken in je webinar. Als je een paar honderd deelnemers in een webinar hebt, zul je altijd comments hebben van nou, toedeledoki. En dan gaan de mensen weg. En in het begin, als je met webinars begint, is dat spannend. Hè? Want dan, ja, elke keer dat je het podium pakt met een podcast, met een webinar. Het is toch altijd alsof je jezelf een beetje blootgeeft aan de wereld. En iedereen gaat wat van jou vinden. Dus die spanning ken ik wel. Mijn persoonlijke ervaring met webinars geven en je verhaal vertellen is dat je het moet framen. Waarom deel je het? Als je heel helder bent van, hey, ik ga nu een persoonlijk verhaal vertellen. En de reden dat ik dat doe is omdat ik geloof dat het relevant is voor het verhaal waar we van vandaag of voor jouw leven. Dan kan het werken. En in het geval van het PMA-webinar wil ik mensen echt gewoon, is het ook echt heel doelbewust. Ik wil mensen raken. Ik wil mensen in een emotionele staat brengen waar ze ook openstaan. Want de materie die ik behandel is best confronterend van tijd tot tijd. Hè? Dat gaat heel diep. Mm-hmm. Dus dan, ja, als iemand niet in die, nou, je weet zelf hoe je in een dag door allerlei verschillende fases heen gaat, ook emotioneel. En het is zelfs bewezen dat we 's ochtends ons anders voelen dan 's avonds. En door hormonen, mannen en vrouwen hebben dat. Door alles, zonlicht heeft daarmee te maken, daglicht. Dus ik geloof heel erg dat ik eerst mezelf in een bepaalde staat moet brengen voordat ik een webinar geef. En dan kan ik ook andere mensen in een bepaalde staat brengen. Dat is geen manipulatie, maar wel bewust gebruik maken van dat soort instrumenten. Om, als je dat doet met oprechtheid en omdat je echt van mensen houdt, dan zullen mensen dat gewoon proeven en dan werkt het. Ja, mooi. Mooi uitgelegd inderdaad. En ja. Als we het dan hebben ook over storytelling in webinars, en dat wordt natuurlijk veel toegepast, nou, dat heb je zelf ook gedaan door jouw verhaal te delen, maar ook nog andere verhalen, groot en klein. Wat is daarbij belangrijk volgens jou? Ja, ik denk dat in tegenstelling tot wat veel mensen denken. Kijk, als we zeg maar de mensen die webinars geven en iets emotionelere types zijn, die zullen denken van nou, dat bereid ik niet echt voor en ik ga gewoon met de flow. Terwijl ik ben ook een emotioneel mens, maar ik geloof juist toch dat het heel belangrijk is om dingen uit te schrijven. En goed na te denken over van, is dit het verhaal? Zijn er elementen die eruit kunnen? Die duidelijkheid van dat verhaal is heel erg belangrijk. En als je naar scenario-schrijvers kijkt van films, dan die maken daar ook heel bewust gebruik van. Die gaan ook een verhaal vertellen en die hebben daar bepaalde elementen in. En er zijn meerdere elementen die je daar kunt toepassen. Ik denk altijd, what's in it for them? Dus de luisteraar, als je kijkt naar de piramide van Maslow,
die we allemaal wel op school hebben geleerd. En gelukkig hebben de meesten van ons gewoon elke dag hoeven ons geen zorgen te maken over eten. En over onderdak en over veiligheid. Maar dan kom je al heel gauw in de piramide bij sociale dingen. Zoals relaties, communities. En daarboven kom je ook uiteindelijk in de top over zelfontplooiing. En wij leven denk ik in een hele luxe situatie in deze wereld. Waarin de meesten van ons gewoon bezig kunnen zijn met zelfactualisatie, met zelfontplooiing. Maar die piramide van Maslow, die gaat eigenlijk over overleven. Want zelfs zelfontplooiing, status, relaties, communities. We doen alles heel primair vanuit overleven. Als ik een kop koffie voor jou haal. Stel dat wij samen bij de Starbucks zijn en ik haal voor jou een kop koffie. Dan denk ik, nou, wat lief vandaan, weet je, wat een aardig vent. Maar op een heel primair niveau is het eigenlijk, zit daar toch ook een stukje egoïsme. Want ik wil gewoon dan aardig gevonden worden door jou. Mm-hmm. Dat als er een keer wat gebeurt, dat je misschien iets voor mij terug doet. Dus er zit toch in het diepste van ons wezen dat hele diepe overlevingsmechanisme. Mm-hmm. En als we dat ons realiseren wanneer we een webinar geven, dan is het veel makkelijker om de aandacht van mensen vast te houden. Mm-hmm. Want dan moet je gewoon continu denken van oké, maar zij vragen zich nu af, wat heb ik hier aan? Ja. En als je dat continu kunt voeden met storytelling, dan hou je ze vast. En de tweede manier om ernaar te kijken, want je vraag is eigenlijk van hey, hoe kun je storytelling goed toepassen? Ja. Tweede reden of de manier om het goed toe te passen is door je te beseffen dat het vertellen van een verhaal is het krachtigste instrument op aarde om het menselijk brein vast te houden in aandacht. Mm-hmm. En dat gaat zo ver. Dat is wat ze in het Engels zeggen, het is een sense-making device. Daarom kijken we heel graag naar films. Daarom lezen we heel graag boeken of kijken we naar series. We zijn gek op verhalen. En verhalen helpen ons om logica te scheppen in een wereld die soms heel chaotisch is. Hè? Of dat nou in ons hoofd is, doordat we heel veel gedachten hebben. Of dat we door een tijdelijke moeilijke situatie heen gaan. Of gewoon druk zijn in het dagelijks leven. Verhalen helpen ons om orde te scheppen. Dus dat is hoe ik daarnaar kijk. Ja, wel mooi. En ook wel mooi wat je zegt, want aan de ene kant denken mensen dus, ja, wat heb ik eraan? Maar juist door verhalen te vertellen is het juist dat je mensen helpt. Ja. Dat onthoud je ook het beste. Weet je, als jij een webinar kijkt, ik durf te garanderen, tenminste voor mij geldt het. Als ik een webinar kijk, meestal blijven de punten die iemand heeft verteld en de verhalen, dus de logische stukjes, die blijven hangen. Ja, dat klopt inderdaad. Ja. Ja. En ik had ook, je had mij twee webinars gestuurd voorafgaand aan deze podcast. Ik heb ze allebei bekeken. Dus enerzijds ging over het BMA Instituut en andere van je eigen bedrijf. En in dat webinar deelde je een voorbeeld van een klant die wekelijks 500 tot 1000 aanmeldingen had voor een webinar. Vrijwel niks in verkocht. En die klant, die heb jij geholpen om het webinar natuurlijk winstgevend te maken. En dat is ook gelukt. Kan je daar wat over vertellen hoe je dat gedaan hebt? Ja, dat is leuk dat je dat vraagt. Want dat is wel echt een succesverhaal. Zij hebben nog steeds 500 tot 1000 aanmeldingen per week. Ze geven twee webinars per week. De dinsdagochtend van 10 tot 11 en de woensdagochtend. Twee verschillende doelgroepen. Mm-hmm. Eén is business to business, andere is business to consumer. Maar wat zij deden is eigenlijk, ze maakten een cruciale fout die we heel makkelijk maken als ondernemer als we webinars gaan geven. En dat is dat we het veel te veel denken vanuit ons product of vanuit onze dienst. Mm-hmm. En mensen kopen in principe natuurlijk helemaal geen producten of diensten. Mensen kopen eigenlijk een oplossing voor een probleem. Dus zij waren zo enthousiast over hun methode en het wetenschappelijk onderzoek en alles wat ze deden, dat ze dat in de etalage aan het zetten waren. Mm-hmm. En dat zou bijna hetzelfde zijn als dat jij in een winkelstraat langs de bakker loopt en in de etalage geen bruidstaart ziet staan of hele mooie taarten, maar dat die man in de etalage zet hoe die die taarten maakt. Ja. Dat is eigenlijk heel gek. Ja. Dus als de bakker in zijn etalage alle
bakvormen gaat plaatsen. En alle spatels die hij gebruikt. En alle ingrediënten die hij gebruikt. Ja, daar word jij niet hongerig van. Dan denk je niet, ik wil naar binnen een taartje halen. Dan denk je, joh, dit is een bakkersmuseum. Ja, inderdaad. Ja, wel een goede vergelijking inderdaad. Dat gebeurt er wel. Dat gebeurt wel, ja. En dat gebeurt. En dat doen we heel gauw. Omdat we zo... En Lee LeFevre heeft ooit gezegd, hij heeft een boek daarover geschreven, The Art of Explanation. En in The Art of Explanation zegt hij, er is, dat noemt hij de gap of knowledge. Mm-hmm. Dus op een schaal van 1 tot 10 weet jij alles van webinars. Mm-hmm. En degene die de podcast nu luistert, die weet misschien op zijn vakgebied op een schaal van 1 tot 10, 10. En misschien weet hij wel 11 of 12, maar... Het is bewezen dat wanneer klanten met ons interactie krijgen, prospects, potentiële klanten, vooral de eerste keer als ze contact met je maken, en een webinar is toch ook een prachtig middel aan de voorkant van de funnel. Dus de eerste keer als iemand jouw stem hoort, als iemand jouw gezicht ziet, als iemand jouw boodschap hoort, dan weten zij nog helemaal niks. Mm-hmm. En misschien weten ze 1 of 2. Nou, omdat wij natuurlijk 10 weten... En we zijn geen domme mensen, dus we weten al, we moeten het iets versimpliceren. Dus we gaan vaak op niveau 6 zitten. Mm-hmm. Maar een klant, een prospect, een potentiële klant, die neemt een beslissing op niveau 1 of 2. Mm-hmm. Dus alles tussen 1 en 2 en 6 is de gap of knowledge. En dan weet je al wat er gebeurt, dan sluit jouw verhaal eigenlijk niet goed aan mm-hmm. bij jouw klant. En dus gaan ze niet kopen. Dus als iemand zegt, ik heb een webinar wat niet goed werkt, ik maak te weinig omzet, te weinig winst, of wat ook je doel is met je webinar, hè? Misschien heb je wel andere doelstellingen, dan is mijn stelling, ga kijken naar de boodschap die je brengt. Misschien praat je te weinig over het probleem van je klant, mm-hmm. en plaats je te weinig perspectief op hoe een leven eruit kan zien als ze jouw product en diensten gaan gebruiken. Nou, dat hebben we gedaan bij deze klant, en sindsdien lopen die webinars hartstikke goed. Ik heb gisteren toevallig was ik met die klant bezig. Mm-hmm. En was ik aan het kijken naar de conversiepercentages. Ik heb vorig jaar want ik heb hun webinar 2 jaar lang zelf gegeven ook. Mm-hmm. Het ene webinar had ik gemiddeld 16% conversie. En het andere webinar 13%. Nou, dat zijn best hele mooie aantallen. Ja, absoluut. Qua verkoop. Dus mm-hmm. Dat was een winstgevend webinar. Ja, en dat... Als je realiseert dat ze eerst vrijwel 0 conversie hadden naar 16 of 13%, dat is toch al een hele stap. Ja. Ja, dus zo zie je wat er kan gebeuren als je dus je webinar serieus onder ogen laat. Net als in jouw geval bij jou, dat jij ernaar kijkt van wat kan hier anders? En dat er dus altijd echt wel een oplossing is om een webinar winstgevend te krijgen. Je moet alleen eventjes weten wat de specifieke knop is waar je aan kunt draaien. Ja. Ja, mooi. Ja. En ik had ook in jouw webinar zag ik ook dat je deelde over de Story Brand Messaging Filter. Kan je daar misschien wat over vertellen in relatie ook tot webinars? Ja, zeker. Nou kijk, in een webinar heb je natuurlijk een begin en een eind. En daartussen heb je een lijn die je volgt. Hè? Het is eigenlijk je script. En heel eerlijk, ik heb wel eens uitgerekend hoeveel geld ik heb uitgegeven aan scripts. Want jij weet ook, er zijn heel veel goeroes in de wereld en zelfbenoemde goeroes die allemaal vertellen, joh, je moet mijn script hebben voor het webinar. Dit is het script. Ja, ja, ja. En omdat ik, net als jij, echt verliefd ben op webinars. Ik geloof zo in dit instrument. Het is zo'n mooi medium. Ja. En er zijn zoveel mensen die al denken, maar er zijn al zoveel webinars. Het heeft geen zin meer. Of... maar er zijn zelfs al webinars over het onderwerp waar ik het over zou willen hebben. Dat maakt niet uit. Mm-hmm. Dat maakt echt niet uit. Je kunt nog steeds in deze wereld, en ook in een post-corona, of hoe je het wil noemen. Ik denk dat we nu een beetje aan het eind van de tunnel van de corona zitten. Maar weet je, virussen zullen komen en gaan. Daar moeten we denk ik mee leren dealen. Maar we hebben natuurlijk een paar hele flinke lockdowns gehad. Waarop opeens nog meer webinars kwamen en nog meer online masterclassen. Ja. Daardoor zijn mensen misschien nog meer genegen om te denken, maar webinars heeft geen zin meer, want die markt is overspoeld, maar dat is niet waar. Mm-hmm. Alleen is het wel belangrijk dat jouw boodschap, hoe je het webinar dus verkoopt, maar ook in het webinar, dat je een script volgt.
Ja. En als je het Storybrand Messaging Filter zou gebruiken om een webinarscript te maken, kan ik heel kort zijn, het zijn 7 stappen. Je hebt een hoofdpersoon, dus je moet heel duidelijk bepalen wie luistert naar mijn webinar en wat wil die precies. Mm-hmm. Dat is je eerste stap. Echt wat wil die? En de tweede stap is, wat is zijn probleem? Mm-hmm. Of haar probleem? En dat kun je op meerdere niveaus. Hè. Je hebt, daar zal ik nu even niet op ingaan, dat is misschien van een andere keer, maar je hebt gewoon meerdere niveaus van problemen. Bijvoorbeeld hoe iemand zich voelt over iets, is een ander type probleem dan hoe het probleem zich voordoet in deze wereld. Stel dat ik gebruik geloof ik dat voorbeeld ook in mijn webinar, als ik bruine vlekken in het gezon heb, ja, dan is het externe probleem die bruine vlekken. Dan heb ik een hovenier nodig die dat fixt. Ja. Maar het interne probleem is de frustratie dat ik het niet groen krijg en dat ik een feestje misschien wil geven op een mooi groen grasveld. Ja, precies. Ja. En dat identificeer de problemen van je klant. En dan komt de gids. Dat ben jij zelf als webinargever. Hoe positioneer je jezelf als gids? Want je bent niet de hoofdrolspeler in je verhaal. Je bent niet de held. Maar dat wil je ook niet zijn. Want een held is heel labiel ook. Mm-hmm. En je klant heeft namelijk een probleem. En als die het zelf kon oplossen, dan had hij jou niet nodig. Dus ik denk dat het heel belangrijk is dat je jezelf als gids neerzet. En daar komen ook die persoonlijke verhalen naar boven van empathie en autoriteit. Ja. Dus laat zien dat je mensen begrijpt. Maar laat ook zien dat je degene bent die ze kan helpen. Stap 4 is geef ze een plan. Dus mm-hmm. wees heel duidelijk van, hé, ik kan je daarbij helpen. Dit zijn de stappen. Mm-hmm. Stap 5 is de call to action. Dus dat je ook heel bold en moedig bent in je call to action. Soms zijn wij Nederlanders, denk ik, wel eens te voorzichtig in duidelijk communiceren wat we van iemand verwachten. Ja. En stap 6 is, dat leidt tot succes. He, dus laat ook heel duidelijk zien, als je dat met mij gaat doen, dan zijn dit de resultaten die je kunt verwachten. En stap 7 is dan mislukking. Het mm-hmm. voorkomt mislukking. En dat is ook iets wat Nederlanders heel moeilijk vinden. In Amerika, als ik tandarts zou zijn, mag ik best op mijn website zeggen, joh, als je geen klant bij me wordt, vallen al je tanden over 10 jaar uit je mond. Ja, dat Amerikanen hebben een beetje, zeg maar, die stijl. Ja. Dus het is ook cultuurafhankelijk. Maar mislukking kan ook zijn dat je bijvoorbeeld iets in je webinar opneemt van, hey, zo heb ik deze klant geholpen die het eerst 3 jaar zelf heeft geprobeerd en daardoor eigenlijk alleen maar heel veel geld is verloren of heel veel frustratie heeft gehad of heel veel leergeld heeft moeten betalen en ik gun jou dat je dat niet hoeft te doen. Ja, precies. Dus zoek die pijn gewoon op en die 7 stappen die leiden tot een karaktertransformatie, net als in een film gebeurt dat eigenlijk ook en mensen betalen voor transformatie. Dus als jij kan duidelijk maken hoe jouw product of dienst in een webinar, hoe dat tot een transformatie van iemand zijn business of leven, of waar het ook over gaat, gezondheid, kan leiden. Mm-hmm. Ja, hoe meer mensen bereid zijn om een portemonnee te trekken of daar tijd in te investeren. Ja, absoluut waar. Ja, mooi. En je zei al eventjes van ja, in Nederland vind ik dat ze dat over het algemeen niet duidelijk genoeg een call to action wordt benoemd. Als we het dan hebben over de grootste fout in webinars, wat is dan volgens jou de grootste fout die je veel voorbij ziet komen? Is dat dan die call to action of zijn dat ook nog andere elementen? Ja, dat is een goeie. Ik denk dat waar het misgaat is bij de pitch. Mm-hmm. Dus dat vinden de meeste mensen die webinars geven. Ik ben ook heel benieuwd hoe jij dat ziet, hoor Meerte, maar ik heb wel eens het gevoel dat mensen dat het spannendste stukje vinden van het webinar, wanneer ze eenmaal het aanbod moeten gaan doen. Ja. En dan willen ze niet te verkoperig zijn. Ze willen mensen niet pushen. Dus ik zie heel veel hele voorzichtige pitches. Mm-hmm. En na alle webinars die ik heb gegeven, ik heb wel eens proberen uit te rekenen hoeveel zou ik er nou gegeven hebben. Ik geef webinars sinds 2013 en toen deden we het nog heel... Hè, dan als we 1 keer per maand een webinar deden, dan vonden we dat al heel veel, hè. Dan maakten we hele draaiboeken voor en noem maar op. Die webinars deden het heel goed in een business-to-business omgeving waar ik commercieel directeur van een softwarebedrijf was. Dat werkte heel goed. Maar als we dan 6 webinars in een jaar deden, dan vonden we dat al heel wat. En nu, ik ga straks om 11:30 ook een webinar geven. Ja, dus nu is het elke week. Ja. En soms zelfs een paar keer. Ja. Maar ik denk dat daar de crux zit. Bij dat... jij zal ongetwijfeld ook heel veel scripts hebben getest en geprobeerd. Mm-hmm. Maar waar je een hele heldere pitch hebt, daar zie je gewoon conversie ontstaan. Ja, dat is inderdaad wel
ja, wat ik inderdaad ook wel zie, wat mij opvalt, en dat sluit hier wel op aan, is dat ik een webinar heel vaak van hak op de tak vind gaan. Van, oh, we gaan 5 tips geven, ja. En dan is het echt tip 1, tip 2, tip 3. Nou, echt zo hak, van hak op de tak. En dan is het, oh ja, ik moet ook nog een pitch doen. En dat is dan eigenlijk niet echt een verband, ja, nee. In het hele verhaal. Inderdaad, en dan die flow. Uiteindelijk moet het gewoon een logisch verhaal zijn. En ik, in mijn opinie, als je echt een goed webinar geeft, heb je niet eens door dat je over bent gegaan naar de pitch. Maar dat zie je met zoveel webinars. Het van, nou, dit is het informatiegedeelte. En dan inderdaad ontstaan er de rode vlekken in de nek van, oh ja, nu moet ik mijn product gaan verkopen. Ik weet eigenlijk niet zo goed hoe. Dus ja, dat geeft natuurlijk niet. Maar dat is inderdaad ook wel wat mij opvalt daarin, ja. Ja, ja, dat is een goed punt, ja. Inderdaad, dan hebben ze een kunstje geleerd, hè? Ja. Ja, inderdaad. Ja, en dan is er zo'n duidelijk onderscheid tussen, oh, ik ga informatie geven en nu komt mijn product. Dat, ja, in mijn opinie is een goed webinar dat je het niet eens door hebt, dat het in elkaar overloopt, en dat je gewoon een goed verhaal hebt. Nou, mooie visie. Ik sluit me daar wel bij aan. Dat is inderdaad, als je dat voor elkaar krijgt, dan heb je echt een goed webinar. Ja, ja. Ja. En is dat volgens jou de pitch dan ook het meest belangrijke element in een webinar? Nou, dat hangt een beetje van je doelstelling af. Toen ik in 2013 begon met webinars geven. Mm-hmm. Ik weet nog echt heel goed mijn eerste webinar. Ik was bloednerveus. Ik ben meerdere keren naar de wc gelopen. En uiteindelijk dacht ik, oh, we moeten live. Weet je? Oh nee, ja. Ja, ik vond, en ik ben best een outgoing person. Maar ik vond het doodeng. En we hadden best heel veel aanmeldingen. Ik geloof dat we 150 deelnemers hadden. Ja. Allemaal goede doelen. Oh. En het ging over SEPA. Het ging over de Single European Payment Area. Waar we nu allemaal... We hebben nu allemaal 16-cijferig bankrekeningnummer. Nou, goede doelen Nederland waren helemaal in paniek. Giro 555, een grote klant van ons. Die had echt zoiets van... Ja, maar 555, hoe moeten we dan tv... sportjes maken? En dan moeten we zeggen... Maak je geld over naar NL... Ja. Nou, dan komt een, weet je, dat gaat niemand onthouden. Dus iedereen was helemaal in paniek. Hoe zou die wetgeving eruit gaan zien? En ik had een paar hele slimme collega's. Dus wij hebben die slimme collega's allemaal bij elkaar geroepen. En gezegd van, joh, jullie zijn niet van de marketing. Jullie zijn niet van de sales. Maar jullie weten wel hoe dit werkt. Ik had zelfs één collega, een zwaar autistische jongen. Die zat altijd alleen in een kantoor. Die jongen is nu nog steeds een hele goede vriend van me. Die heb ik... die heb ik zo leren waarderen op zijn talentenpakket. En die ging met mij, ging daarbij helpen. En we hebben webinars gegeven waarbij we gewoon meerdere tonnen omzet hebben gedraaid, terwijl we niet eens een pitch hadden. Dus is een pitch het belangrijkste? Nou, ik denk dat de waarde van je webinar het allerbelangrijkste is. Ja. Want wij hadden in dat webinar gewoon zo dat mensen tegen ons zeiden, maar kunnen jullie ons dan niet helpen bij die SEPA-implementatie? Dus wij gingen gewoon informatie geven in het webinar. We hadden niet eens bedacht, en dan ben ik behoorlijk commercieel. Ik had niet eens bedacht dat ik er geld mee kon verdienen. Want zo nieuw waren webinars voor mij. Ja, ja. Maar dat is echt wel het meeste optimum wat je eigenlijk wilt bereiken. Dat mensen bij jou te komen zonder dat je überhaupt een aanbod doet. Ja. Ja, ja. Ja, dus we hebben toen, ik zal nooit vergeten, we hebben een paar nachten doorgewerkt. Ja. En een Excel gemaakt wat mensen zelf konden invullen. Mm-hmm. En dan kwam daar een offerte uitrollen. Dus dat was beveiligd met een wachtwoord en alles. En, want we konden de vraag niet aan. En we hebben toen denk ik op een begroting van een paar miljoen... hebben we denk ik iets van 6 ton omzet gedaan met 6 webinars. En dat was echt mega. En, ja. Dus ja, is de pitch het belangrijkste? Nee, ik denk dat echt zijn... Mm-hmm. en super goede waarde geven... waardoor ze denken, wauw, jij bent echt iemand die mij kan helpen. Dat is de basis. En... Ja, dan ik geloof toch degene die nu luistert en denkt, oh, dan hoef ik dus geen pitch te geven. Nee, je moet wel een pitch geven. Ja. Maar dat voorstuk is echt minstens net zo belangrijk. Ja, ja, absoluut. Ja, en ik zag ook in jouw webinar geef je ook een website review. Hè? Op een gegeven moment zeg je van, nou, als je wil dat ik jouw website ga reviewen, dan kan dat. En nou, dat doe ik ook voor een aantal live kijkers. En... Ja, enerzijds is dat natuurlijk heel waardevol. Anderzijds kan het ook zo zijn dat sommige mensen denken, we hebben het ook weer over die waarde, van ja, geef je dan niet te veel weg? Want mensen zijn over het algemeen toch bang van ja, geef je dan niet te veel waarde weg? Omdat mensen dan toch denken, oh prima, ik ga met die tips aan de slag. Je hebt me al gegeven waar ik voor kwam en that's it. Hoe kijk jij daarnaar? Ja.
Ja, dan ga ik toch een spiritueel antwoord geven. Als je het goed vindt. Ja, tuurlijk, absoluut. Ja. Omdat ik denk dat als het gaat over geven. Ik hoorde laatst iemand zeggen, die zei tegen me, ja, het leven gaat om geven en nemen. Mm-hmm. Ik zeg, nou, dat. Ja, ik heb er iets andere kijk op. Ik denk dat het leven gaat niet om nemen. Je neemt nooit iets. Je geeft en je ontvangt. Mm-hmm. En door te geven aan elkaar en aan de wereld. Kom je in een staat waar je ook kunt ontvangen. Ja. En ik geloof dat als ik jou iets van waarde geef, dan hoef ik niet van jou iets terug te verwachten. Dat is, dan heb ik niks gegeven. Dan is het een transactie. Ja. Dan verwacht ik van jou iets terug. Dan gaan we ruilen. Ja. Nee, geven is zeg maar zonder enige remming waarde toevoegen aan een ander mens. Mm-hmm. Zonder daar ook maar iets voor terug te verwachten. Ja. Helemaal niente. Je verwacht wel iets terug, maar niet van die persoon. Je verwacht dat het universum of God of hoe je het wil noemen. Hè, maar dat het leven jou weer iets terug gaat geven. En dat kan soms het hele andere hoek. En daarom noem ik het een beetje een spiritueel onderdeel. Maar ik heb in de kern gemerkt. Mijn schoonvader zegt altijd, Daan, ik ben nog nooit arm geworden van geven. En hij is tandarts. Hij heeft een grote praktijk. De grootste van zijn stad. En hij heeft daar vlakbij een asielzoekerscentrum. Ik denk dat bijna al die asielzoekers gratis door hem geholpen zijn. En niet één keer, maar jarenlang. Ja. Daar heeft hij nooit een factuur voor gestuurd. En hij is echt iemand die geeft continu. Ik heb van hem ook. Ik dacht dat ik een gever was, maar toen hij in mijn leven kwam, ben ik nog meer gaan leren geven. En ik geloof dat als je in een webinar waarde geeft. Ja, dat altijd naar je terug gaat komen. Dus volgens mij zijn we juist te bang om waarde te geven. Ik durf zelfs zo ver te gaan. En dat is iets van de afgelopen jaren. Dat alles wat jij in je programma's verkoopt, kun je gewoon weggeven. Mm-hmm. Waarom? Omdat ik geloof namelijk dat mensen die transformatie kopen. Dus stel dat jij een programma hebt hoe je mensen kan helpen om webinars te geven. En je zou dat allemaal gratis weggeven. Dan nog gaan ze je programma kopen. Want wat kopen ze namelijk? Ze kopen nooit die kennis. Ze kopen transformatie. Uiteindelijk willen ze door meer te geholpen worden om het ook te implementeren. Ja. Het boek Storybrand wat 16 juni verschijnt. In dat boek staat alles. Mm-hmm. Alleen mensen lezen dat boek en denken, ja, maar ik heb hulp nodig, want ik ben onzeker en ik weet niet zeker of ik nu mijn brandscript, mijn verhaal goed heb geschreven. En ja, daar zit de handel in. Ja. Dus ik denk dat we verkeerd kijken naar de waarden die we toeleveren naar deze wereld. Dat we veel te veel denken, oh, maar dat, joh, alles is te koop, alles is vindbaar. Ja. Het gaat om jou, het gaat veel meer om ons eigen DNA. En als er is maar één mitte. En er is maar één iemand die net als Mirte op die manier die waarde kan toevoegen over webinars. En ja, ja, daar, als we daar meer in gaan geloven, dus ook meer in onszelf gaan geloven en meer in elkaar gaan geloven, dan kunnen we dat gewoon delen. En ja, dan gaan we juist meer handel halen. Ja, wauw, wat een mooi antwoord. Ja, nou ja. Ja, ik denk vind het wel. Ja, ik leef daarbij, weet je. Ik zie het gewoon werken. Ja, ja. Ja, ik deel absoluut je mening. Ik weet ook nog dat ik bij een seminar was van Tony Robbins. En hij zei ook, voor corona was dat. En hij zei, ja, feitelijk staat alles wat je hier nu leert. En weet je, al die stukken, die kan je ook op YouTube vinden. Je kan, als je slim bent, kan je al die stukken online vinden. Allemaal achter elkaar plakken. Heb je hetzelfde seminar, gratis. Maar waarom, wat maakt dat die zaal vol zit met duizenden mensen van over de hele wereld? Ze komen voor hem. Ze komen voor de beleving en voor hetgeen. En voor de energie, inderdaad, wat jij zegt. Voor die transformatie. En dat is inderdaad, dus je kan niet te veel weggeven, inderdaad. Daar ben ik het helemaal mee. Nee. Eens. Gaaf. Ja. En, net als ik hou heel van webinars. En jij ook van webinars en van marketing. Hoe ervaar jij het op het moment dat je zelf een webinar gaat maken, echt weer vanaf het begin, met al de kennis die je hebt? Het kan, tenminste, dat ervaar ik zelf, laat ik bij mezelf houden, soms ook wel tegen je werk, omdat je er zoveel van weet. Ja. En dat je dan de lat super hoog legt, waardoor je eigenlijk zelf ook soms blokkeert. Dat heb ik dus zelf. Ik ben benieuwd hoe jij dat ervaart. 100% exact hetzelfde. Het is, hoe meer kennis je hebt, hoe meer je eigenlijk ook wel beseft dat je het niet weet. Ja. En het is toch weer de geboorte van iets nieuws. En
Ik zie het ook altijd als een uiting van een stukje van jouw... Het is kunst, hè? Je maakt kunst. Een schilder pakt een kwast en gaat een schilderij maken. En wij maken een webinar. Het is art. Want het is een expressie van wie jij bent. Het komt zo dichtbij een webinar. Tenzij jij... En misschien dat er iemand luistert en denkt... Ja, maar ik zit gewoon in de business to business. En nee, dan heb je het niet begrepen. Want business to business en business to consumer... Ik zei het helemaal aan het begin van het interview. Eigenlijk bestaat dat helemaal niet. Hè? Er is zelfs een mooie term die ik wel eens tegen ben gekomen. Human to human. Dus je hebt altijd te maken met mensen. Ook in een hele abstracte wereld waar het echt over een bepaalde dienst of product gaat, die lijkt ver buiten mensen te liggen. Nooit ligt er iets ver buiten mensen. Het lijkt zo. Mm-hmm. Als jij beveiligingssystemen verkoopt voor panden of voor personeel, dan kun je misschien denken van ja, maar het is gewoon een dienst die mensen hebben het nodig of niet. Ja. Maar je kunt behoefte ook creëren door mensen duidelijk te maken van als jij je personeel niet met deze apparatuur kunt beveiligen, kan dat enorme gevolgen hebben. Dat wil je toch niet. Je wil goed voor je mensen zorgen en het is belangrijker. Daar kunnen mensenlevens mee gered worden. Dus mijn persoonlijke ervaring is, als ik ga zitten om een webinar, en ik ga er nu binnenkort weer een nieuwe maken, die moet over 14 dagen af zijn, er zit ook nog een deadline op. Kijk, ik werk met een webinarscript, moet je met een deadline werken, want alle tijd die je besteedt, alle tijd die je neemt om een webinarscript te schrijven, dat zul je ook nodig hebben. Hè? Dat is de wet van Parkinson. Ja. Die werkt zo. Dus ik zet gewoon een deadline, ik blok tijden in mijn agenda. Ik heb gemerkt dat het heerlijk is om het niet in één keer te schrijven, maar in meerdere stappen. Maar ik probeer wel, als ik aan een nieuw webinarscript ga zitten, pak ik meestal een lege tafel en velletjes papier. Die nummer ik. En ik ga op basis van mijn script, wat ik in mijn hoofd heb zitten, hoe ik het ongeveer wil opbouwen, ga ik helemaal uitleggen op, dit wordt mijn beginslide. Ik denk dat dit ongeveer mijn titel is. Dit wil ik erin. En ik probeer dat zo snel mogelijk. Dus ik zet dan echt een timer. Ik heb hier een hele... Ik zal hem heel even laten zien. Ja. De luisteraar heeft hier niks aan, maar voor jou... voor ik mij. Heb een hele grote timer. Oh ja, ik zie echt een hele grote wekker, ja. Ja. Dit ding is denk ik net zo groot als mijn bovenlijf, hè? Ja, hij is echt heel groot, ja. Ja. Maar het heet Time Timer, als iemand het wil zoeken. Ik vind het een heel handig instrument. We doen het ook met vergaderingen, want anders blijven we doorpraten. Ja. Maar ik zet die timer. Een maximum van een uur, zag ik? Klopt dat? Ja, hij heeft een maximum van een uur. En ik zet hem op 45 minuten. En dan wil ik zeg maar mijn hele webinar uitgeschreven hebben. Dus ik ga ook niet zitten. Ik haal alle stoelen bij de tafel weg. Ik pak een pak papier. En dit kan je ook online op je computer. Als je meer een digitaal iemand bent, kan dat natuurlijk net zo goed. Maar ik hou heel erg van pen en papier. Ja. En ik schrijf hem helemaal uit. En dan heb ik de basis staan. Mm-hmm. En dan daar laat ik het ook gewoon bij. Dan heb ik uit mijn hoofd die eerste laag die erin zat. En door te dwingen, voor mij werkt het heel goed. Want ik heb dan heel gauw die golden nuggets. Want vaak als je een webinarscript gaat schrijven, weet je eigenlijk diep van binnen al wat je wil gaan delen. Ja. Gooi dat er gewoon uit. En ga dan pas nadenken over de structuur en de volgorde en het hele opbouw. Ja, precies. En de verhalen en inderdaad. Ja. De grote lijnen, die heb je al. Ja, dat klopt. Ja, dus ik noem dat een webinar schrijven vanuit je hart. En dan komt het hoofd erna wel. Want ik heb precies last waar jij ook, denk ik, wat je net beschrijft. Ik krijg analyze paralyze, weet je. Ik word helemaal hyper van, oh, maar dan kan ik eindelijk dat in mijn webinar gaan stoppen. Ja, echt. En dan weet je soms dus te veel en dan blokkeer je en denk je, oh, maar nu wordt het te veel en dan moet ik weer wat schrappen. En nou ja, inderdaad, precies. Van alles gebeurt er dan. Ja. Want wanneer is een webinar voor jou succesvol? Ja, als ik... Stephen Covey heeft natuurlijk ooit het boek geschreven, The 7 Habits of Highly Effective People. Nog steeds vind ik... Ik heb een beetje een haat-liefde verhouding met het boek, want ik vind het wel heel erg high standard. Hè? Het is bijna niet na te leven. Yeah. Maar goed, daarom heet het principes. Hè? Het is ook, hij heeft het denk ik niet als wetboek bedoeld. Mm-hmm. Maar hij zegt in een van zijn principes, begin met het einde voor ogen. Yeah. En dat probeer ik bij een webinar ook. Wat is nou eigenlijk het doel wat ik wil bereiken? Mm-hmm. En voor mij is een doel, als ik een webinar maak, heel eerlijk, toch altijd wel een commercieel doel. Hè? Dus er moet gewoon geld mee verdiend worden. Ik geloof heel erg in geven.
Maar het geven leidt juist tot transacties. Hè? Dus het is niet zo dat ik tegen betalingen ben. Of niet. Nee. Dat hele geven is juist bedoeld om ervoor te zorgen dat mensen gaan zien van wow. Maar hij kan gewoon mij helpen bij mijn probleem. Of Meerte kan me echt helpen om dat webinar goed te maken. Mm-hmm. Dus voor mij is het gewoon. Ik pak meestal gewoon een Excel sheet. En ik ga gewoon nadenken. Hoe vaak ga ik dit webinar geven? Ga ik hiervoor adverteren of ga ik er niet voor adverteren? Wat kost een lead mij gemiddeld? Wat is het opkomstpercentage? Mm-hmm. Hoeveel mensen verwacht ik dat er gaan komen? Is dat 30% of 50%? Wat is de show rate? Dus, en wat is ook de. Ik heb ook altijd rekenen ook altijd met hoeveel mensen blijven er tot en met de pitch. Ja. Nou, dat is meestal. Ik weet niet wat jouw ervaring is, maar dat zit meestal wel zeg maar op de 90% van mm-hmm. de mensen die er ook daadwerkelijk komen. Je verliest, als je het webinar goed hebt, verlies je er niet zoveel. Nee, klopt. Dan heb je je aanbod. Mm-hmm. Wat verkoop je? Nou, het kan natuurlijk zijn dat je een webinar hebt waarbij je Calendly's pusht. Dat je gewoon zegt, ik wil dat mensen een afspraak met me maken en ik verkoop helemaal niks. Ja. Maar in het geval dat ik echt een online training verkoop bijvoorbeeld, mm-hmm. zeg even van €500... Dan ga ik gewoon het sommetje maken van hoeveel ga ik er dan verkopen in een webinar? Hoeveel heb ik dan geïnvesteerd met mijn advertenties? Oké, nou dan is dat wat ik overhoud. Is dat dan een break-even funnel? Hè? Is het de eerste stap? Of is het echt iets waar ik al wat mee wil cashen, zodat ik geld heb om in mijn onderneming die volgende stap te maken? Ja. Zo kijk ik er wel naar. Ja, ja. En dus voor jou is het dus een webinar succesvol als... Ja, je break-even draait of inderdaad wat je doel dan ook is. Break-even ja. Of de omzet uithaalt. Ja, ja, ja. Ja, ja, mooi. En als we het dan hebben over de toekomst van webinars, hoe zie je dat voor je? Wat wordt in de toekomst meer belangrijk volgens jou? Ja, ik denk dat wat nog belangrijker wordt is in ieder geval op de eerste plek dat jij opvalt. Mm-hmm. Dat je een duidelijk verhaal hebt, dat mensen het snel snappen. Waar we het net ook over hadden met Storybrand. Storybrand gaat er eigenlijk vanuit dat je 3000 marketingboodschappen per dag krijgt te verstouwen. Ja. De bedrijven die het gaan redden, de ZZP'ers, de ondernemers die het gaan redden, dat zijn de mensen die gewoon waarde toevoegen en dat heel helder kunnen verwoorden. Mm-hmm. En ook in een webinar helder kunnen verwoorden. Dus ik denk dat die authenticiteit heel belangrijk blijft. Ja. En die boodschap, gewoon de kwaliteit blijft voorop staan. Dat is één. Twee, ik denk dat de vorm, ik ben heel benieuwd hoe de vorm gaat veranderen. Dat weet ik nog niet zo goed. Ik volg jou ook op Instagram. Ik zag dat je laatst met iemand had gesproken die daar ook mee bezig was met software en dergelijke. Ja, klopt. Mijn persoonlijke ervaring is overigens dat als je een heel simpel webinar geeft zonder dat je zelf in beeld bent en alleen maar met sheets, dat je de hoogste omzet haalt. Mhm. En mijn ervaring is dat je als je de camera aanzet, wat ik ook heel vaak doe, hè, want ik probeer ook gewoon te experimenteren, ja. Is dat mijn omzet van mijn webinars lager is. Ja, ik denk dat het mijn ervaring is, ik ben het zeker met je eens, ik denk dat het heel erg afhankelijk is van de branche waarin je zit. Ik heb bijvoorbeeld een klant geholpen, die is meer psycholoog in die hoek. En die merkt dat hij juist minder omzet binnenhaalt op het moment dat hij de camera uitzet. Omdat je als psycholoog toch echt die band... Ja, mensen willen je vertrouwen, moeten je vertrouwen natuurlijk. Want je gaat wel echt... Ja, alles ga je blootgeven. Dus voor hem heeft het echt gewerkt om zijn camera... Ja, eigenlijk het hele webinar aan te hebben. Dus dat is inderdaad ook dat ik... Maar ik snap jou ook. Want dat is ook mijn visie. Dus dat is heel erg testen. En ik denk dat het dus heel erg verschilt per doelgroep. Ja. Wat er werkt en wat niet. Ja. Ja, en ik ben heel benieuwd. We hebben hier een studio waar we webinars en podcasts en alles kunnen doen. Mm-hmm. Ik zou wel eens wat meer willen experimenteren met full camera. Dat je gewoon staat voor het beeld. Dat je een whiteboard naast je hebt staan. Of dat je misschien afwisselt met een switchbox tussen slides en dat je in beeld bent. Ja. Ik ben bereid om alles te proberen wat er langs gaat komen. Ik zit nergens aan vast. Ik geloof gewoon in... Als je de webinar helemaal uitkleedt, geloof ik in het principe van hey, je bent in je eentje, je geeft een webinar en je hebt een hele groep mensen die je in een uur of anderhalf uur kunt bereiken. Ja. Dat kon vroeger helemaal niet. Ja. Toen ik nog verkoper was, moest ik in mijn auto en reed ik 50.000 kilometer per jaar om overal presentaties te geven. Ik heb wel eens uitgerekend dat ik
van de 1750 uur die een gemiddelde werknemer werkt, dat ik het grootste gedeelte in mijn auto zat. Ja, bizar. En, dus ja, dat is nog een reden waarom ik heel erg van webinars ben. Van, je kunt gewoon in één keer heel veel mensen bereiken. Hoe gaaf is dat? Ja, lekker praktisch ook. Hoef je niet meer voor op de weg. Ja. Ja, klopt. Ja. En als we het dan hebben over misschien wel blunders die je zelf hebt meegemaakt tijdens het webinar geven, heb je die? Ja, oh, ik heb heel veel blunders. Ja, ik heb echt heel veel blunders. Ik heb blunders. Ook gewoon dingen die je overkomen waarvan je denkt van nee, maar dit is het einde van de wereld. Kan je er eentje, vertel. Ja, ja, ik had een keer een webinar. En we hadden volgens mij 1500 aanmeldingen. Wow. Uit een lijst van 50.000 mensen, geloof ik. Mm-hmm. En het was een hele bijzondere avond. Ik was een interview aan het houden. Het was zeg maar gewoon een interviewstijl webinar. Waarin we een opleiding gingen verkopen. En opeens begint mijn computer te blazen. Oh nee. Ik dacht nee. Ik werd echt al een beetje zenuwachtig. Ik denk dit gaat niet goed. En opeens jongen, boem, alles uit. Oh, mijn hele systeem lag uit. Het hele webinar uit. Ik dacht nee. En ik had even zo'n fractie van een seconde dat ik dacht, oh, nu ga ik ergens heel hard tegenaan schoppen. Ja. En ik word gek, weet je. Ja, ja, ja. Oh, mijn god. En, maar ik dacht, nee, Daan, dat moet je niet doen. Als je die emotie niet toestaat, dat gaat hem worden, hè. Los er ook niks op, hè. Los niks op. Nee, los niks op. Ik heb alleen mezelf ermee. Dus ik dacht, oké, rustig blijven. Het enige wat ik nu kan doen, is dat ding proberen aan te krijgen. En ik geloof dat het 7 minuten duurde. Oh. Voordat we weer live waren. Ja. En we hebben niemand verloren. Niemand. Oh, wow. Iedereen zat er nog. Wow. En degene die ik aan het interviewen was, zat er ook nog. Ik was bijna zo van, oh, wat is de wereld zo mooi. Ja, zo. En de mensen zeiden gewoon van, oh wat vervelend voor je, en, maar dit was te goed. We dachten, nou er zal wel een technische storing, die chat liep ook helemaal vol. Oh. Het was echt geweldig. En we hebben, dit was een jaar geleden, vorig jaar zo om deze tijd, hebben we dat webinar voor het eerst, was een nieuw webinar, dat hadden we nog nooit eerder gedaan. Ja. Hebben we het webinar gegeven, we hebben 168.000 euro omzet gedraaid met dat webinar. Wauw, ja. En het kwam niet op die avond binnen hoor, want we hadden een Calendly. Dus mensen moesten een afspraak maken, maar in de weken daarnaast die 168.000 euro binnengekomen. Dat zal ik nooit vergeten. Wauw. Ja. Maar zo zie je dus wat het brengt als je gewoon een menselijke connectie maakt. En daarvoor al, voor in het webinar, dat als je wegvalt, mensen herkennen het en die gunnen het jou gewoon, omdat ze jou al helemaal kennen. Ja. En dan zie je wat het ook doet. Nou, dit is niet een bepaalde strategie om te zorgen dat je laptop uitvalt om hogere omzetten te behalen natuurlijk. Maar het is wel een heel mooi voorbeeld. Ja. Ja. En ik geloof ook, want nu je dat zo zegt, je zou er bijna een strategie van maken. Want ik heb ook wel eens gehad dat ik gewoon een kop koffie had staan die zo over me heen viel. Toen had ik een webinar met een camera aan. Ja. En ik bleef gelukkig heel rustig. Ja. Maar ik had echt zo van, oh nee, wacht even jongens, ik moet heel even een doekje pakken. Ja. En toen kwam ik terug en dan krijg je juist die reactie die jij ook zegt van, we zijn allemaal mensen, we herkennen dat gewoon. Dus je komt eigenlijk dichterbij. Chris van de Krieken hadden we het net eventjes over, jij kent hem ook, het is een goede zakenvriend van me. Die zei ook wel eens van, Daan, de keren dat je in je webinar een blunder maakt, dat zijn waarschijnlijk de keren dat je veel hogere je doelen, je omzet haalt. Want het maakt je opeens, dit is een echt webinar, weet je. Het bevestigt eigenlijk dat het live is. Ja. Ja, en het is natuurlijk ook mensen hun grootste angst misschien wel op het moment dat ze ook zelf webinars geven. En dan voelen ze die connectie van, oh nee, daar ben ik ook bang voor. En ik blijf, weet je, zo. Ja, ja. Dus dat is gewoon een band. Ja, nou ze zeggen wel eens volgens mij dat de angst, na angst voor de dood, is angst voor het spreken in het openbaar de grootste angst die mensen hebben. Wauw, ja, dat is waar inderdaad. En webinars geldt daar, is natuurlijk in zekere zin hetzelfde. Je bestaat dan niet fysiek voor een groep, maar het gevoel is exact hetzelfde. Ons brein kan geen onderscheid maken. Ja. Dus ik denk dat het daar ook heel erg mee te maken heeft, hè? Die spanning die je kunt voelen. Ja, wauw, zo had ik het inderdaad nog niet bekeken, maar dat is inderdaad waar. Ja. Ja. Oh, bijzonder. Ja.
En als we dan kijken naar het allerlaatste wat je deze luisteraars, de luisteraars mee wil geven, de online ondernemers die nou, luisteren, die nu misschien net gestart zijn met webinars geven of misschien al heel lang al zelf ook webinars geven. Wat zou je hen willen meegeven? Ik zou ze willen meegeven dat als je de code nog niet gekraakt hebt met je webinar, zoek dan gewoon hulp. Hè? Want jij helpt ondernemers daar volgens mij bij. Ja, absoluut. En ik denk dat mensen onderschatten hoe fijn het is als je niet alleen aan een webinar hoeft te werken. Mm-hmm. En ja, ik gun echt oprecht iedereen dat ze gewoon een goed webinar hebben. Ik denk dat het... het is niet de vraag, moet ik een webinar gaan geven? Het is de vraag, hoe snel kan ik starten en waar moet ik het over hebben? En ja, ik zou echt willen zeggen van als je nu nog niet de code hebt gekraakt of je denkt ik ben geen spetterend presentatiekanon of mijn boodschap is maar zus of zo, dan kijk je met de verkeerde ogen naar jezelf en met de verkeerde ogen naar jouw boodschap. En soms hebben we elkaar nodig om dat naar boven te halen, die waarde naar boven te halen. Ik had van de week toevallig iemand, zaterdag kreeg ik een appje van iemand die zei van hey Daan, ik heb deze kans gekregen en ik twijfel heel erg, moet ik het doen of niet? Kan ik zondag even met jou bellen? Ik zeg uiteraard. Dus zondag belde die om een uurtje of 4. En ik kon merken dat hij heel erg vanuit zijn eigen beperkingen aan het nadenken was over de opportunity. En als hij mij niet had gesproken, durf ik echt te beweren, als ik hem niet even op andere gedachten had gebracht, had hij, en dit ging over een baan, hè, dus zeg maar, hij kreeg de kans om ZZP'er te worden. Ja. Vanuit vast dienstverband aan ZZP. En hij dacht heel erg van, ja, is deze kans, kan ik het wel of niet aan? In plaats van, maar waarom wil ik ZZP'er worden? Ja. En welke waarde ga ik dan toevoegen? En ik heb hem echt op andere gedachten gebracht. Want hij dacht heel erg van, ja, maar ik zit in dat vakgebied. En ik heb die functies in mijn leven bekleed. Dus ik zou als ZZP'er dat kunnen doen. Terwijl ik tegen hem zei, ja, maar als je een beetje uitzoomt, je laat die software los waar je gespecialiseerd in bent. Je laat het vakgebied los waar je in werkt. En je kijkt gewoon naar je talentenpakket. Dan heb je veel meer waarde te bieden. Waarvoor mensen veel meer voor betalen. Ja. En ik denk dat iedereen dat van tijd tot tijd nodig heeft. Dus ik zou tegen iedereen willen zeggen. Ga naar Meerte. Volg jouw programma's. Zorg dat je je webinar aan de praat krijgt. Want dat is wat mensen nodig hebben. Echt waar. En een jaar van nu kun je twee dingen hebben. Je kan of zeggen over een jaar had ik maar. Of over een jaar zeg je, oh wat ben ik blij dat ik dat gedaan heb. Dat zou mijn, en we hebben dit niet van tevoren afgesproken. Dus luister, nee. Denk dat ik een of andere ingehuurd ben om een pitch te geven over meer. Ja. Nee. Maar ik meen het uit de grond van mijn hart. Dat ik echt gun jezelf dat je met iemand gaat werken aan je webinar. Ja, absoluut. Ik ben het er zeker mee eens inderdaad. Of het nou met mij is, of maakt niet uit. Ja. Maar inderdaad, ik geloof echt, ja, allebei geloof echt in het medium. En ja, ook in marketing in het algemeen. En nou ja, wat je ook zei, het wordt gewoon steeds belangrijker. In de toekomst wordt het steeds drukker online. En het wordt gewoon belangrijker om authentieker te zijn in het geven van een webinar. En dus ook beter te worden in hetgeen wat je aan het doen bent. En ja, je hebt gewoon blinde vlekken voor jezelf, voor je eigen product, voor je eigen webinar. En daar ben ik het absoluut helemaal mee eens. Ja, en de self-made man of woman, die bestaat niet. Hè? Dus we hebben allemaal hulp en... Ik vind het eigenlijk heel gek dat wij in de topsport zien we topsporters die hebben topcoaches. Die hebben op meerdere vlakken, die hebben misschien wel een mindcoach, die hebben een fysieke coach, die hebben hun sportcoach, die hebben misschien wel meerdere coaches. En dat vinden we heel normaal. Terwijl dat, met alle respect zeg ik dit, dat gaat maar over sport. Hè? Ja. Mm-hmm. En dan gaat het over ons leven, waar sport een onderdeel van kan uitmaken, of misschien wel hoort uit te maken, maar dat laat ik even in het midden, maar... Als het dan om ons leven gaat, dan gaan we opeens alles zelf doen. Wat is dat nou voor raars? Dus we hebben coaches nodig, we hebben trainers nodig, we hebben mensen nodig. En soms zijn dat seizoenen. Hè, werk je gewoon een tijdje met iemand die jou helpt, zodat je weer verder kan op de reis die jij hebt te wandelen. Ja, dat zeg je heel mooi inderdaad. Ja. Helemaal mee eens. Ja. Mooi. Dank je wel, Daan, voor deze mooie laatste woorden. En waar kunnen we meer voor jou vinden? Mensen kunnen altijd naar LinkedIn gaan en mijn connectieverzoek sturen. Al mijn contactgegevens staan er ook openbaar op. De website van ons online marketingbureau is schmiedcommunicatie.nl en storybrand.nl.
Ja, top. Ik zal de link dus ook in de podcast opnemen. Dus dan kunnen we het eenvoudig vinden. Perfect. En ja, top. En je hebt zelf ook een podcast, hè? Ja, die gaat vandaag live. Ja, superleuk. Ja, dus over een uurtje. Ja, ja. Superleuk. En nou, daar ga ik ook zeker naar luisteren. Dus ik zal die podcast ook hier eventjes onderin opnemen. Superleuk. En dan kunnen superleuk, mensen daar ook meer over vinden, over jou. Ja, en binnenkort kom jij dan bij mij in de podcast. Hebben we net afgesproken. Dus absoluut. Ja, superleuk. Superleuk. Ja, inderdaad. Nou, ik kijk er heel erg naar uit. Maar bedankt in ieder geval voor deze podcast. Voor alle waarden die je hebt gegeven voor jouw verhaal. En ook jouw visie op webinars en op marketing in het algemeen. Dus dank je wel voor deze podcast. Nou, super. Graag gedaan, Mirt. En bedankt dat je me hebt ontvangen. Ja, graag gedaan.